aflevering van de podcast Richting Geven Doe Je Zo. En vandaag hebben wij een hele bijzondere gast bij ons. Vandaag Omar El Mesoudi bij ons in de studio. Omar is geboren in 1990, een visionair. Hij denkt graag na over vragen die dieper en verder gaan dan het dagelijks leven. Van beroep is hij registeraccountant en organisatieadviseur. En tussendoor geeft hij de pen de vrije loop. Omar schrijft regelmatig opinies voor accountant.nl. En zijn debuutroman Het Wonder op Sandalen liet niet lang op zich wachten. Op jonge leeftijd verhuisde Omar naar Marokko voor een aantal jaar om de Arabische taal te leren. En dit avontuur wakkerde bij hem een vlammetje aan, waardoor hij sindsdien als een reiziger door het leven gaat. En wat we natuurlijk niet moeten vergeten en zeker niet onbelangrijk is voor deze podcast. En natuurlijk waarom jij hier ook bent, is om namelijk te praten over zijn tweede boek. Ja. En die staat hier al bij ons op tafel, genaamd De Vijf Fakkels, de geheimen van de succesvolste mensen. Ja. Omar, welkom. Mooie intro, man. Heb je die zelf geschreven? Of? Nou, zelf getikt, maar zo hier en daar een beetje copy-paste. Mooi in elkaar gezet, ja. Leuk dat je er bent. Nou, we gaan een aantal thema's bespreken vandaag in deze podcast. Ja. En het zijn er drie. Ik wil stilstaan bij jouw persoonlijk verhaal. Mm-hmm. Daar ben ik erg benieuwd naar. En we gaan het ook hebben hoe jij richting geeft aan ontwikkeling. Ondernemerschap, bewustzijn, jouw innerlijke reis. Ik heb je boek natuurlijk inmiddels al gelezen en ik heb daar het een en ander voorbij zien komen. Ja. En ook wel benieuwd hoe dat voor jou is geweest. En ik zou graag de podcast, einde van de podcast willen afronden met een stukje praktische tips, handvaten, waar onze luisteraars ook echt iets mee kunnen. Ja. Ja. Yes? Yes, moet ben je er klaar voor? Ja, tuurlijk. Mooi. Zeker. Hey, kun jij jezelf aan ons en aan de luisteraars voorstellen? Over jouw persoonlijke achtergrond, jouw interesses en de reis die jij doorgemaakt hebt tot nu toe. Oké. Nou, ik ben geboren en getogen in Alkmaar, de mooiste stad van Nederland ook wel genoemd. Oké. Ik heb daar, ik heb zelf drie zussen, vier broers, dus we komen echt uit een grote familie. We hebben 10 in totaal. We missen nog net één iemand om een voetbalelftal te creëren, zeg maar. En, zo, mooi man. Ja, dus ik ben zelf ook inderdaad een voetballer vooral. Heel veel gevoetbald, ook redelijk hoog niveau. Ik hou van reizen, schrijven. En op hele jonge leeftijd ook naar Marokko gegaan. Mm-hmm. Daar een lange tijd gewoond. Ook op school gezeten. En heel veel levenservaringen opgedaan. Ja. Dus ook weer met een gevulde rugtas weer terug naar Nederland gekomen uiteindelijk. Gaan we het nog straks over hebben. Over hebben, inderdaad. Dus, hey, kun je nog eens vertellen hoe het is thuis? Hoe het was thuis met, zo'n groot gezin? Ja, je weet hoe het gaat. Hè. Het was sowieso strijden, man. Kijk, ik ben de jongste samen met mijn tweelingbroer. Ja. Of broertje, Salah. En dan kom je, niet lullig bedoeld, maar ben je meestal, dan sta je onderaan de ladder, zeg maar, als het gaat om de computer of, of snacks of andere leuke dingen. Ja. En het was gewoon altijd wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Maar wel op een leuke manier, zeg maar. En ook een grappig detail, zeg maar. We hadden altijd een kast, weet ik nog. En daar verstopte je dan je snacks. Op een gegeven moment had iedereen in een geheime hoekje. Maar op een of andere manier werd het altijd gevonden door de ander. Dus dan kom je terug van school en denk je, ik heb zin in die ene chocoladebar als ik thuis kom. En dan ga je naar dat hoekje, zie weg. Dat soort dingen ontstaan, weet je. Dus natuurlijk ook in de file staan als je moet douchen. Ken je ook wel, denk ik. Ja. En, of op de computer, hè, dan gaan eerst de ouderen, de zussen, en dan mag jij aan het einde nog een beetje wat op de computer doen. Ja, dat soort leuke interacties hadden we, ja. Mooi, man. Ja. Mooi. Hey, hoog niveau gevoetbald gaf je aan. Ja. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja, ik heb veldvoetbal redelijk hoog gevoetbald. Ja. Maar vooral in het zaalvoetbal wel hoog gevoetbald. Bij twee eredivisieclubs uiteindelijk. Heel lang bij Marlène, Heergewaard, in de jeugd. Ooit begonnen bij de B1, uiteindelijk A1, uiteindelijk in de selectie. En op een gegeven moment ook een jaartje of twee bij Hovo Cubo gevoetbald. Alleen, het is pittig, weet je. Je moet echt alles geven. Wil je het daar gaan maken? Wil je natuurlijk altijd basis staan en dat soort dingen. Ja. En helaas kon ik dat niet leveren. Ik had natuurlijk mijn werk, ik had andere ambities.
op een gegeven moment. En dan gaat het voetbal toch op een lager pitje zitten. Maar ik heb er wel heel veel leuke momenten aan gehad, zeker. Ja. Mooi. Ja. Mooi. Hey, en ik gaf het ook al aan in de intro. Mm-hmm. Jij bent best vrij op jonge leeftijd ben jij naar Marokko gegaan. Met ja, klopt. Klopt. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ging dat? Wat was de aanleiding? Nou ja, Arabisch taal, dat gaf je natuurlijk al aan. Ja. Maar goed, ik kan me zo goed voorstellen dat voor jou natuurlijk zoiets was van, wow, wat gebeurt hier? Ja, klopt. Echt, het was gewoon echt net een scène uit de film. Het was gewoon pats, boom. De ene, ik zeg het ook heel, ik omschrijf het ook kort in het boek volgens mij. De ene ochtend zit ik in de kring smakelijk eten, smakelijk drinken te zingen, zeg maar. En het volgende moment sta ik ergens tussen twee bergen en kijk ik naar een school ergens in Marokko. En gaat de bel en dan moet ik naar binnen lopen. Dus het ging heel snel. En het was inderdaad, mijn vader die wilde ons niet alleen de Arabische taal meegeven, maar toch ook wel gewoon weer de achtergrond, de roots, stukje cultuur, stukje identiteit. En ook wel levenservaring, zeg maar. Want ja, hier heb je toch al heel snel, al gauw, makkelijk. Alles wordt hier voor je geregeld, bewijzen van. Ja. En dan kun je in een bepaald proces gaan komen dat je alleen maar... Je hebt niet echt dingen meegemaakt, je hebt niet voor dingen moeten werken. Je hebt niet dagen gekend dat je toch minder had. Dan kom je in een luxe positie en dan kan laksheid ontstaan, luiheid en dat soort dingen. En ook ondankbaarheid. En die periode in Marokko heeft het wel allemaal echt naar een hoger niveau gebracht. Dat je toch echt wel bewust bent van oké, je moet echt wel dankbaar zijn. Er zijn echt wel moeilijkere periodes, locaties, situaties. Dus daar ben ik met mijn vader wel dankbaar voor. Het moment zelf dachten we inderdaad van wat gebeurt hier allemaal? Waarom ben ik hier? Ja. Tuurlijk, je boos, gefrustreerd, woede. Maar als ik nu terugkijk, denk ik wel een prachtige leerschool. Die kun je niet zomaar kopen of even opnieuw gaan doen, zeg maar. Het is wel echt een hele mooie ontwikkeling meegemaakt daar, ja. Ja, mooi. Ja. Als we dan even stilstaan bij toch nog even dat moment. Ja. Weet je, kun je, nou weet ik dat wij natuurlijk in de voorbespreking afgesproken hebben dat we dat je niet alles gaat vertellen over wat je in het boek geschreven hebt. Ja. Want ja, we moeten natuurlijk de kijkers en de toekomstige lezers van jouw boek ook nieuwsgierig maken, maar ook laten. Ja. Kun je wel iets vertellen over een ervaring die je hebt meegemaakt, ervaren? Ja, zeker. Op dat moment in Marokko, als klein kind? Ja, eigenlijk een heel krachtig middel wat ik daar geleerd heb. Onder andere is je hoort het wel vaker, maar het is toch wel geduld. Geduld is echt een mooi woord, een van de prachtigste woorden die er zijn. Heel weinig mensen beschikken over geduld of weten überhaupt wat geduld is. Ik zeg het ook vaak in het boek. Als je lang op een bepaald iets staat te wachten, hoeft dat niet te betekenen dat geduld is. Want dan misschien ben je wat tijd aan het verspillen. Geduld is dat je toch wel met een bepaalde mindset echt iets wil bereiken. En dan weet je van, om daar te komen moet ik even tijd nemen. Het kost gewoon tijd om daar te komen. En dat heb ik echt wel in Marokko geleerd. Kleins af aan, hè? Nou, dan zit je daar op een school, zoals ik zeg. Een moeilijke school. Echt wel gericht op resultaten. En hier en daar een corrigerende tik als je het... als het dat even was niet gewoon gaat. Aan de orde van de dag. Dat was aan de orde van de dag. En dan op een gegeven moment dan ontwikkel je wel een mentaliteit van... Oké, weet je, ik kan twee dingen doen. Ik kan in een hoekje gaan zitten huilen en het is allemaal moeilijk. Of ik kan gewoon mijn best doen, een bepaald doel hebben. En daar rustig naartoe werken en geduld hebben. Gaandeweg leer je dat gewoon. Dan leer je inderdaad, wat is geduld? Geduld is echt met een mindset leven van er is een doel, ik wil daar komen. Maar het heeft even tijd nodig, je moet even groeien. Eigenlijk net als een boom. Weet je, je plant een zaadje in de grond. En dan giet je er water overheen, een beetje zonlicht, een beetje liefde. Op een gegeven moment gaat het groeien en dan wordt het een prachtige bloem of een boom. Waarmee werd je al vrij vroeg, noem het maar even, geconfronteerd als het gaat om geduld? Kun je een voorbeeld noemen? Sowieso, als je het niet hebt, dan ga je niks realiseren. Dan ga je ook niks halen. Maar ook, op een gegeven moment moet je wel geduld hebben, zeg maar. Dus kijk, ik was iemand... vanuit het innerlijk, maar vanuit mijn vader ook... Ik wilde altijd, zeg maar, de beste resultaten in de klas halen. En dat gaat niet heel snel. Dus je kunt niet zeggen van, oké, ik heb ergens geen kennis van. Ik oefen even wat, of ik leer wat, of ik lees een boek... en dan haal ik de hoogste cijfer van de klas.
Het heeft training nodig, weet je. Het heeft geduld nodig. Je moet er echt tijd in investeren en dan komen die resultaten wel. Ja, zeker. En daar moest ik wel echt achterkomen. Ik dacht altijd, ja, gemakzuchtig, weet je, vanuit mijn talenten en visie komt het wel goed en dan haal ik wel de hoogste cijfers. Maar als je dan een keer hoort dat jij een van de lagere cijfers hebt of je krijgt thuis een preek van 2 uur lang. Ja. Dan word je wel even wakker, zeg maar. En ook dat je... Je besefte daar ook dat je ook blij kunt zijn met minder, zeg maar. En ik heb daar tijd voor genomen om ook dat te realiseren. Ja. Dat het niet altijd zo moet zijn dat je veel moet hebben om uiteindelijk echt plezier te hebben in het leven en mooie dingen mee te maken. Ook dat heeft wel, daar had je geduld voor nodig om daar achter te komen. Ja. Hey, daar kom ik natuurlijk later nog in ons gesprek op terug. Zou je nog iets meer kunnen vertellen over wat jou... waar sta je voor? Zoals bijvoorbeeld, wat zijn jouw waardes? Vertel. Ja, kijk, ik ben zelf gelovig. Ik ben zelf moslim. En in het boek beschrijf ik het ook. Een van mijn grote voorbeelden is natuurlijk de profeet. Vrede en zegening zijn met hem. En de karaktereigenschappen die hij bezit, die zijn voor mij gewoon ultiem. Rechtvaardigheid, ja, dat is gewoon... Top prioriteit, zoals ik dat zeg, in het leven. Want daarmee komt alles in balans. Je toont empathie, je kunt meeleven met anderen. Of het nou je broer is die een fout begaat of je buurman. Je trekt altijd gewoon de lijn. Ja, die zit fout en die zit goed. Jongens, hoe lossen we het op? Met rechtvaardigheid kun je heel veel mooie dingen bereiken ook. Dat is een van de mooie karaktereigenschappen die de profeet heeft. Hoe ben je er voor jezelf achtergekomen? Wat heeft ervoor gezorgd dat je hiermee identificeert? Ja. Ja, je komt er al gauw achter natuurlijk dat de waarheid komt altijd naar boven, wat je ook doet. Dus of je het nou onder de bank of tafel schuift, je manoeuvres gaat hanteren of denkt dat je slim bent door het allemaal achter de gordijnen te verstoppen. Uiteindelijk komt het alleen naar boven. En het mooie is, als je dan naar boven komt, dan merk je van ja, eigenlijk is dit wat het moet zijn. En het is eens mooi om volgens de waarheid te leven. Is er een speciaal moment geweest waarbij echt zo'n inzicht was voor jou? Bedoel je dan toen ik in Marokko was? Gewoon hoeft niet per se, maar gewoon dat je op een gegeven moment erachter kwam dat de waarheid altijd naar boven kwam. En dat het voor jou wel helderder werd. Heb je daar een specifieke ervaring op gedaan waarvan je zegt, oh ja, dat was voor mij wel een soort van openbaring of iets in die trant? Ja, eigenlijk verschillende momenten. Om het even inderdaad even een versimpeling, of in ieder geval als we teruggaan naar het voetbal, zeg maar. Ja, het is heel simpel. Op een gegeven moment merk je ook van oké, je kunt heel veel dingen roepen, maar je kunt ook op een gegeven moment zeggen van weet je, de waarheid is gewoon dat ik bijvoorbeeld niet goed genoeg ben. Of qua voetbal gaat het hem niet worden. Ik heb niet de juiste connecties, het is niet de juiste tijd. Dat heeft heel lang geduurd, ook wel pijnlijk, want jij bent toch een voetballer in hart en nieren. Je kan het goed. De mensen om je heen zeggen, je kunt het. Maar op een gegeven moment moet je wel echt gaan nadenken van oké, weet je. Ik kan leuk en aardig gewoon doordrammen en denken van op een gegeven moment speel ik bij Real Madrid. Of ik word de nummer 10 van het Nederlands elftal of Marokkaanse elftal. Op een gegeven moment moet je gewoon ook realistisch zijn en kijken naar de waarheid van oké, dit is niet mijn pad. Dit is niet mijn weg. Ik ga een andere weg inslaan. Dus dat is wel een van de momenten, zeg maar, waarvan ik dacht van ja, dit is de waarheid. Simpel. Ik hoor daar niet. Dit is niet mijn weg. Ik heb het geprobeerd. We gaan een andere weg inslaan. Dus, maar ook natuurlijk, bij ons is natuurlijk, als moslim zijn, dus de waarheid is natuurlijk je geloof. Absoluut. Dus je gelooft in Allah, je gelooft in God. Dat is voor mij de waarheid. Je bent natuurlijk opgegroeid in een islamitisch gezin. Je krijgt wat normen en waarden mee. Je krijgt natuurlijk wat achtergrond mee. Maar ja, je bent nog speels in het beginsel. Je denkt van, het is iets wat erbij hoort. Je gaat voetballen, je gaat andere doelen nastreven. Je gaat met een andere visie kijken naar het leven. Als ik jouw vader nu zou bellen, hè, ja, en hem zou vragen van, goh, hoe was Omar toen hij nog jong was? Hoe zou hij jou omschrijven? Hij zou een aantal dingen zeggen. Dat hij weinig thuis was. Dus ik was echt heel veel buiten. Nice. Echt. Herkenbaar. Ja, ik was echt heel vaak en heel veel buiten. Ja. Wel ambitieus, zou hij zeggen. Dus echt wel... ik had wel echt voetbal op nummer 1, weet ik nog. Kijk. Echt standaard. Even een hele grappige moment is... Op een gegeven moment waren we in Marokko op vakantie. Hele familie. Met de bus die kant op natuurlijk. Voor transit. Met de bagage en al.
Dan ben je daar. Kijk, vroeger had je niet de flexibiliteit van nu. Van, hey, ik ga toch eerder terug, ik neem even het vliegtuig. Ik bedoel, je bent met een busje daarheen gegaan. Een maand lang is een maand lang. Je moet gewoon geduld hebben en over een maand kom je terug naar Nederland. Prachtig. Maar dan ben je daar 3 weken en dan ja, krijg je toch berichten van die jongens die zeggen van... Hey jongens, de voorbereiding begint weer van voetbal. Het is lekker weer. En de trainer die zegt van wie niet bij de voorbereiding aanwezig is... die gaat sowieso niet mee in het eerste of in de A1 of wat het ook is. Dan gaat het toch kriebelen bij je. En dan ken ik nog het moment dat ik echt ging huilen. En tegen mijn vader zei, nee, ik moet terug naar Nederland. Ik moet terug, ik moet de voorbereiding niet missen. Hebben ze het uiteindelijk gewoon speciaal voor mij... hebben ze toen vervoer terug geregeld. Het is niet makkelijk natuurlijk. Want jij vertelde mij dat de geboortestad van je vader... Ja, klopt. Dat is... het is dat, echt... Het is, dat mag... Je moet nog een flink end, toch? Ja, als je op Marrakesh vliegt. Je neemt elk vervoer mee door. Je moet lopen, paard, auto. Is het dorp van waar je... Mijn vader komt uit Msimmerir. Ja. En mijn moeder, zal ik zeggen, wie het kan uitspreken, is dat een prijsvraag of niet? Ta-da-dat. Ongelooflijk. Ja, ta-da-dat. Ja, het dorp van mijn moeder. Ja. Naast elkaar, op zich, wat is het? 30 meter verschil? Voor degene die Marokko niet zo goed kennen, dat is omgeving... Ouarzazate. Dan rij je door, dan kom je wat andere dorpjes tegen, Boumen en zo. En dan richting de bergen, en dan kom je Msimmerir tegen, inderdaad. Ja. Mooi man. Maar, ja, zeker. Zeker. Cool. Hey, en ik zou even wat stil willen staan bij een aantal sleutelmomenten in jouw reis. Mm-hmm. Die je tot de dag van vandaag aan het maken bent. Ja. Kun jij een aantal belangrijke momenten met ons delen in jouw leven? Die hebben bijgedragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En dat we daar even specifiek ingaan op een aantal uitdagingen daarvan. Overwinningen die je dan hebt gehaald. Ja. Maar dat je daar even, dat we daar even bij stilstaan. Een aantal momenten. Ja. Eigenlijk wel verschillende, eerlijk gezegd. Het ene moment is dat ik toch weer terugkwam. Heel kort, toen ik terugkwam, kwam ik in groep 8 trouwens. Nog steeds gewoon een jonge jongen. De Nederlandse taal was helemaal weg. Zo, ja. Want die was vier jaar. Ja. Dus toen ik terugkwam, was het in groep 8. De Nederlandse taal was weg, maar wat ik wel merkte is dat ik qua visie en levenservaring veel rijker was of verder was dan de klasgenoten. Eigenlijk te volwassen bewijzen van. Ik dacht aan heel andere dingen dan de klasgenoten, omdat je daar heel veel hebt meegemaakt in Marokko. En een van de sleutelmomenten is toch wel dat ik weet het nog destijds, ging ik voor het HAVO, dat wilde ik ook. Ja. De leraren zeiden, je gaat HAVO doen en iedereen. Ja. En toen kwam die de CITO-toets, de welbekende toets met een vraagteken erachter. Waar je nachten van wakker lag. En daar kwam blijkbaar uit dat het VMBO-TL werd of zo, theoretische leerweg, wat een beetje wat onder de HAVO zat. En die deed wel pijn, man. Die deed wel pijn. Want allemaal klasgenoten die gingen naar de HAVO en ik en nog 4 anderen gingen TL doen. Ja. Dan weet je wat je kan. Je voelt ook dat je echt wel verder kan en echt wel een hoger niveau aan kunt. Maar dan word je daar op VMBO-TL gezet. Ik weet wel dat het wel echt pijnlijk was. Dan krijg je daarna de zomervakantie. Maar ja, wat voor vakantie is dat eigenlijk? Je gaat de hele vakantie zit je met een gevoel van... dit is het toch niet. Ja. Uiteindelijk moet je wel de knop omzetten. Want ja, je kunt, wat ik net zeg, je kunt 2 dingen doen in het leven altijd. Je kunt in een hoekje zitten en huilen en blijven huilen. Of je kunt denken van, weet je, het is gebeurd. Hoe ga ik dit oplossen? Wat leer ik hieruit en hoe ga ik verder? En dit was al op die leeftijd dat er van een interne dialoog ontstond bij jou. Ja, klopt. Inderdaad, toen al. Klopt. Uiteindelijk knop omgezet. Ik dacht, weet je, in Marokko was ik ook een van de beter in de klas. Ik haalde de resultaten. Ik ga het hier ook laten zien. En toen VMBO-TL gedaan en daar zagen ze al na, volgens mij, in het derde. Zagen ze al van, nee, deze gast hoort hier niet. Het was ook te makkelijk, eerlijk gezegd. En ik ben blij dat ze mij dat gezien hebben. Want de klas waar ik in zat, was het gewoon een en al feest en lui en lachs en niemand deed wat. En dan word je echt wel naar beneden gesleurd. Er waren momenten dat ik echt mezelf niet herkende. Ik werd ook lui en laks. Interessant hoe impactvol de omgeving kan zijn. 100%. De omgeving heeft echt wel impact. Ja. Zeker. Dus vooral als je bent 5 dagen in de week met elkaar, zeg maar. Hè, in een kleine ruimte. En buiten. Dus op een gegeven moment daar de knop omgezet uiteindelijk. En gewoon die groei meegemaakt. Alhamdulillah uiteindelijk naar de HAVO. En toen HBO. Uiteindelijk de universiteit. En... plafond aangeraakt, zoals ik dat ook zeg. Ja. Dus dat was echt een sleutelmoment.
Ja, inderdaad. Want je geeft net aan, hè? Dus de ladder op de ladder geklommen. Ja. Universiteit. Ja. En uiteindelijk heb je een registeraccount, titel. Ja, ja, dat was inderdaad de stip op de horizon. Was toen een titel, een registeraccountant. Ja. En ik hoorde natuurlijk, je hoort verhalen, horrorverhalen ook. Van ja, dat is een pittige opleiding, man. En niemand haalt het. Sterker nog, de eerste les die ik op de Unie had. Het eerste wat de docent zei was, kijk eens links van je, kijk eens rechts van je. Die gaan het niet halen. Dat zegt hij dan tegen iedereen. Ja, vertrouw, niemand haalt het. Want ja, links en rechts. Tenzij je helemaal aan de zijkant zit, zeg maar. Maar ja, en dan? Als je dat dan zo hoort, wat dan? Dan word ik juist wakker, man. Ja, dan, weet je waarom? Dan zie je toch dat dat stukje Marokko heeft echt wel geholpen, man. Want voor mij was dat niet... het klonk voor anderen als horror, maar voor mij was dat juist een trigger. Want ik heb vaker dat soort dingen daar meegemaakt, weet je. Ja, vertel. Dat je, wat kreeg je zo hot? Kijk, sowieso. Naast die corrigerende tik. Ja, daar is gewoon heel simpel. Ja. Ik kan een voorbeeld geven. Is, ja. Kijk, daar was bijvoorbeeld, moest je een hele stuk, Arabische stuk uit je hoofd leren. Ja. Dat was een boek en dan moet je een hele stuk leren. En die moet je de volgende dag voordragen voor de klas. En je bent jong, een klein jongetje ben je nog. En op een gegeven moment, ja, dan ga je naar huis, dan pak je dat boek. Maar jij bent niet de enige. Je drie zussen hebben dat ook en je andere broers ook. Dus iedereen zit in de kamer een beetje dingen uit zijn hoofd te leren. Ook aan het huilen van, het lukt niet. Hey, stil, wees stil, ik ben hier aan het leren. Ga jij naar die andere kamer? Hele onderlinge chaos, ja, zeg maar, een oorlog. Prachtig. Want je weet precies wat er te wachten staat. Als je de volgende dag voor de klas staat en je kunt het niet voordragen, dan komt die corrigerende tik. En die is niet zacht, kan ik je zeggen. Ja, ja. Echt, was pijnlijk, man. Ja. Was pijnlijk. En nou ja, dan ga je... Op een gegeven moment, dat soort dingen gebeuren dan vaker. En dan word je wel wat, ja, hoe noem je dat? Ook wel harder. In die zin van, oké, weet je, kom maar op. Ik ga je laten zien dat jij mij nul keer gaat aanraken. En dat was ook een van mijn doelen, was... Die leraar gaat mij nooit meer een tik geven. Zo. Dat was een van mijn doelen. Dus ik ga zo... Ik ga er alles aan doen. Ik ga zo goed zijn, zeg maar, dat ze mij niet gaan aanraken. Ja, dus dat zo'n uitspraak op de Unie van kijk links van je, rechts van je. Ja, ik moest erom lachen, weet je. Ja, kijk dus, op staan. Ja, ik zei, is goed, man, we gaan het zien. Dat was mijn reactie in mijn hoofd. Oké, we gaan het zien. Ja. Dus het heeft me wel geholpen, man. Ja. Hey, en een van de redenen waarom je naar Marokko bent gegaan, is de Arabische taal. Mm-hmm. Hoe is het gesteld met je Arabische taal? Alhamdulillah. Spreek het goed? Ja, ik kan het lezen, schrijven. Fijn. Ja, alhamdulillah. Ja. Prachtig. Dus het heeft me wel verrijkt. En wat ik ook merkte aan de Arabische taal... Natuurlijk, vanuit ons geloof... Kijk, we hebben natuurlijk de Koran, die is in het Arabisch. De Koran is geopenbaard natuurlijk in de Arabische taal. Ja, je kunt zoveel vertalingen tegenaan gooien, maar... Ja, klopt. Nee, dat is... dat lukt net niet inderdaad. Nee. Dat is net een tolk die zijn best doet. Juist. Maar de diepte, de diepgang, de connecties... Ja. Verbanden kun je natuurlijk niet zo snel vertalen. Ja. En het feit ook dat de Arabische taal veel rijker is. Eén woord heeft misschien verschillende betekenissen. Zonder, of soms heeft één object 40 definities, zeg maar. Nou, en waar merk je dat nu in? Waar merk je in dat die tijd of die investering... Mm-hmm. Die jouw vader voor ogen had... Want dat zegt natuurlijk ook al iets over je vader. Gaan we het later nog even over hebben. Ja. Je hebt het niet van een vreemde, zou je zeggen. Nee, vooruitdenken. Ja. Waar merk je nu in dat voor je werkt? Naast natuurlijk het begrijpen van de Koran. Naast dat het natuurlijk praktisch handig is. Bijna in elk land waar ik kom. Vooral in de Emiraten. Maar ook gewoon in Marokko. Ja. En in andere gebieden waar ze Arabisch praten. Ja. Is het gewoon heel makkelijk. Die connectie is gelijk gelegd. Je kunt er makkelijk met elkaar overweg. Je weet je boodschap wat beter over te brengen. En dan zie je dat je dingen makkelijker gedaan krijgt. Dan dat je met gebarentaal en half Engels vraagt naar de taxi, zeg maar. Ja. Dus naast dat de connectie er makkelijk ligt. Hij is natuurlijk ook, wat je terecht zegt, het begrijpen van je geloof. Heeft wat meer diepgang ook. En heel veel boeken die ik zelf interessant vind. Dus bijvoorbeeld boeken over wiskunde. Sterrenkunde, biologie, wereldreizen. Van Ibn Battuta bijvoorbeeld. Ja, maar ook bijvoorbeeld wiskunde van Al-Khwarizmi. Ja, dat zijn wel Arabische boeken, toch? Die kun je vertalen naar... Die zijn ook vertalen in Nederlands, Engels. Maar dan mis je wel diepgang. Dus lezen, de connectie. Maar ook het begrijpen van je geloof. Daar helpt het wel enorm mee. Ja.
En ik geloof er ook in. De neurologen moeten dat denk ik een keer gaan onderzoeken. Ja. Dat het ook je hersenen verbreedt of zo, je visie zeg maar. Want Arabisch is wel, het is rijk, complex. En je moet, om het te begrijpen, moet er binnen ook iets gebeuren in je hersenen, snap je? Iets moet daar open gaan, een bepaalde deur. Ja, binnen NLP. Ja. NLP, dat is waar ik mijn achtergrond in heb. Ja. Vorm van psychologie. Mm-hmm. Wat gaat over hoe het brein werkt. Hoe we taalkundige zaken betekenis geven. En hoe we ons gedrag, hoe we tot gedrag komen. Ja, daar heeft taal een hele belangrijke rol. Geloof ik wel inderdaad, ja. Dus het maakt nog wat uit. Ja, zie je. Ja, dus het is, ik denk dat het al onderzocht is. Maar oké, mooi. Jouw inzicht hierin is zeker kloppend, ja. Ja. Mooi. Hey, van sleutelmomenten naar een stukje innerlijk kompas. Mm-hmm. En de volgende vraag die ik voor jou heb voorbereid is... hoe heb jij jouw innerlijke kompas ontdekt? Ja. En op welke manier gebruik je het in je leven? We hebben eerder natuurlijk al kort gesproken over wat zijn dan die waarden. Toen refereerde je naar de profeet vrede zijn met hem. Ja. Dus hoe heb jij je innerlijke kompas ontdekt en welke manier geef jij daar invulling aan op het gebied van overtuigingen, waardes en gewoontes? Eigenlijk door in contact te treden of door in contact gekomen te zijn met hele mooie mensen. Dus bijvoorbeeld, mijn vader is er natuurlijk één van, maar ik heb ook heel veel gereisd. En dan noem eens wat landen. Ik haal eens een voorbeeld aan in Marokko zelf en dan... Ja. Heel simpel voorbeeld. Ik ben nieuwsgierig. Heb je wel door, hè? Ja, tuurlijk. Dat was mooi, toch? Nieuwsgierigheid is belangrijk. Zeker. Maar ik was een keer in Marrakesh. In Marrakesh. En ik wilde daar heel graag de tangia proeven. Nou, je hebt natuurlijk de tagine, dat is de bekende bij iedereen. Maar de tangia is de wat langere stoofpot. Daar gaat vlees in en olie. Dit is wel bekend voor, volgens mij. En kruiden, inderdaad. Maar heb je daar iets over verteld in het boek? Heel inderdaad, een korte verhaaltje over verteld. Maar, en dat gaat dan de grond in voor een dag lang. Ja, zeg maar. Geweldig. Het is echt heerlijk. Dat vlees is niet normaal. Daar is Nusret is daar niks bij. Nee, toch? Nee, man. Hij kan nog gek doen met zout. Hij kan 3 kilo zout gooien, maar... Nee. Hij zegt, dat is next level, man. Dat gerecht is echt heerlijk en ook gewoon met liefde voorbereid. Ja. Maar als je dan zo'n persoon tegenkomt... Ik vertel hem inderdaad ook, in het boek haal ik hem aan. Via kom ik hem tegen. Nou, dan sta ik inderdaad voor zo'n hotel in Marrakesh te wachten... En dan hoor je dat zeurende geluid van de brommertje, de kevel, Marokkaanse brommertjes. Gewoon een stukje metaal met inderdaad 2 banden erop. En dan komt hij aanrijden, al glimlachend, al een oude man. En ja, je kunt wel redelijk inschatten en mensen lezen van... Oké, volgens mij heeft hij het niet heel breed qua kledingstijl, et cetera. En natuurlijk ook vervoermiddel. Zeker. Hij komt dan glimlachend aan en dan zegt hij van... Inderdaad, ik kan zo'n gerecht voor je klaarmaken, maar ik weet, dit kost je een dag... En wat ga je dan? Wat voor inkomen heb je zelf dan die dag om zelf dan te eten of te gebruiken voor je gezin? Ja. En het feit dat hij dat heel graag al wil doen en ik bood hem wat aan en wat geld van neem het mee. Echt nee, wil ik niet. Dus dan ga je al nadenken van oké, wat is dan de reden dat hij hier zo staat, zijn dag aan mij geeft en hij wil geld niet aannemen, zeg maar. Dat soort dingen gaan dan in je mind gaan dan spelen. Toen dacht ik, weet je wat, ik laat hem zijn ding doen. Als hij terugkomt, dan ga ik echt wel geld in zijn hand duwen, zeg maar. Die man moet wel, je moet wat doen. Ja, zeker. En de avond komt hij terug, weet je, schrijf ik ook weer dat zeurende geluidje. Dit keer de tas aan zijn stuur, veel te zwaar, dus je ziet hem echt heen en weer wiebelen. Bijna omvallen. Het is echt zo'n Marokkaanse marktstad, hè, met die tas, zo'n plastic tas met van die strepen erop. Volgens mij is het niet van plastic, maar het zijn van die rietdingen. Klopt, ja. Waar die zarbia, tapijten mee zijn gemaakt, zeg maar. Ja, hele stevige tassen, ja. Die inderdaad. Ja. En dan geeft hij dat ding, weet je, heet, groot, warm. Hele brood zit erin, een hele tangia zit erin. Geeft hij hem ook weer met een glimlach, bezweet voorhoofd. En dan zeg ik, oké, dankjewel. Neem alsjeblieft aan. En dan duwt hij gewoon je hand terug. En dan duwt hij weer je hand terug. En dan wil je het weer doen, wordt hij boos. Zegt hij, wat wil je? Wat ben je aan het doen? Ik zeg, je hebt een hele dag geïnvesteerd in mij. Neem het geld, weet je, je hebt het nodig. En dan zegt hij, loop eens even mee. En dan liep ik met hem mee. En hoe dacht je, dat gaat er gebeuren? Ja, ik dacht, we gaan matten hier ook. de mensen die dachten van, wat gebeurt daar, weet je? Dus ik zeg, je kan toch niet, je moet iets hebben. Kan ik iets anders geven, weet je, wat moet ik doen? Hij zegt, ik ga je iets vragen, maar het is wel zwaar, zegt hij. Ik dacht nog steeds van vraagtekens van oké, wat gaat hier gebeuren? Hij zegt, ik wil dat je een smeekbede voor mij doet. Meer niet. Ja, op dat moment, man, wat moet je doen?
zo'n iemand, weet je, dan die uitspraak gaat dwars door je ziel, weet je, gaat zo je hart in. Dit is next level, man. Dit is next level, man. Maar toen ik daar ook stond, ik weet nu nog steeds, ik krijg kippenvel als ik eraan denk. Subhanallah. Maar dat soort mensen, die ben ik dan al die jaren lang op verschillende manieren en niveaus tegengekomen. Ja. Ook mensen die het heel breed hebben. Dus rijk, ze hebben alle bezittingen en dan doet hij maar één ding of één uitspraak of een bepaalde liefdadigheid en die komt binnen. En die dingen zorgen er uiteindelijk voor dat je denkt, ja man, dit zijn de waardes die echt, die voel je, die wil je zelf ook hebben en ook weer toepassen. En ook omdat dat kompas gaat dan op een gegeven moment de goede richting krijgen. En als je daarbij ook nog het geloof wat beter gaat begrijpen, praktiseren en ziet van wauw man, dit is allemaal eigenlijk weer terug te refereren naar het zijn van een echte moslim. Karaktereigenschap is het gewoon een van de belangrijkste zaken die er zijn. De profeet, vrede en zegening zijn met hem, heeft de mooiste karaktereigenschappen. Ja, dan gaan alle puzzelstukjes komen bij elkaar en dan weet je van hier moet ik zijn. Dit is thuis en hier ga ik voor. Mooi hoor. Dus, mooi en hele. Weet je, zo herkenbaar dit verhaal. Want ook dit beschrijf je natuurlijk in het boek. Het is overigens ook een. Wat je met me, trouwens, je hebt me helemaal niet gevraagd wat ik van het boek vond trouwens. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Wat vond je van wat vond je van het boek? Dit is weer gewoon een vooronderstelling. Gewoon een heel mooi boek. Leest goed weg. Lekker praktisch. Weet je. Ik denk dat je hele mooie handvaten meegeeft aan de lezer. Er zit heel veel herkenning in. Dus mooi. En hele interessante ervaringen die je omgaat. Hoe je het ook vertelt. Hè? Ja. Dus dat vind ik altijd wel... het heeft mijn aandacht volledig erbij gehouden. Van begin tot eind. Ja, mooi. Wat ons overigens ook weer bij het boek brengt. Hè? Want hoe heeft jouw persoonlijk verhaal geleid tot het schrijven van dit boek? Ja. Dat is mijn eerste vraag. Dus vooral hoe dat is ontstaan. En welke inspiratie hoop jij over te brengen met het boek? Ja. Eigenlijk waar ik op een gegeven moment achter kwam en achterkom nog steeds, dat iedereen is op een gegeven moment op zoek naar succes. Ik wil succesvol zijn. Wat is succes? Succes, succes. Dat is nogal een brede vraag. Dat is een hele brede vraag inderdaad. En het speelt bij iedereen. In ieder geval bij de meeste mensen met wie ik gewerkt heb, die ik geïnterviewd heb, met wie ik geleefd heb, is het altijd van... Ja, ik ben nu bezig omdat ik succesvol wil zijn. Even voor de duidelijkheid. Hè? Ja. Voor de scherpen onder ons heb je verteld wanneer je geboren bent. Ja. 1990. Klopt. Dus jij bent nu op het moment... 33. Ja, man. Ja. 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 Nou ja, goed. Klopt. Veel gezien en gedaan. Veel gezien en gedaan. Ook. Ja. En ik zeg ook in... mijn mening is ook... Ik zeg het ook in het boek is... Ik zeg altijd... Een leeftijd zegt niet veel. Ik zeg altijd, het gaat niet om het aantal jaren wat je geleefd hebt, maar om de inhoud van die jaren. Want iemand kan 30 jaar op deze aardbol rondlopen, maar hij doet helemaal niks. Hij zit alleen op zijn kamer en gaming en voor de rest naar de supermarkt terug. True. Dan betekent niet dat hij meer levenservaring heeft dan iemand die in 5 jaar misschien de hele wereld heeft rondgereisd, overal gewerkt, ups en downs heeft meegemaakt. Ik zeg altijd, de inhoud van de jaren. Je was aan het vertellen, veel mensen gesproken... Klopt. Vertel, maak je verhaal. Ja, dus op een gegeven moment kom je erachter ook van... ik ben zelf ooit natuurlijk ook begonnen bij een kantoor. Dan wil je gaan voor de partner. Je kent het wat piramidemodel. 1000 mensen komen binnen. Uiteindelijk in het midden bungelen er zo'n 50. En uiteindelijk naar boven. Hoe gaat dat echt, hè? 3 of 2. Elke organisatie. Ze komen allemaal met één doel binnen. Hè? Wat was dat ook weer? Partner worden. Elke dat corporate. Moet je me toch even uitleggen. ik zeg het ook op een gegeven moment van... het is die hele cultuur of zit er gewoon in van ik wil de hoogst haalbare halen binnen dit kantoor en dat is het zijn van een partner, want dan ben ik succesvol, rijk, machtig, onafhankelijk, al die dingen, weet je, dat hele plaatje wat je in die films en die series ziet, die worden zo geplakt aan een functie als partner. Ja. En dan denk ik van ik wil mezelf ook een keer belonen als ik daar ben, dan kan ik eindelijk genieten van hetgeen en dat. Maar dat is natuurlijk niet het verhaal. En dan dus op een gegeven moment ga je jezelf ook afvragen van weet je, heel veel mensen bewandelen hetzelfde pad naar succes. Heel veel denken van als ik dan die functie bekleed, ben ik succesvol? Is dat wel zo, weet je? En hoezo als ik dan, als ik in een bepaald land ben en ik kom iemand tegen die het helemaal niet breed heeft, heeft helemaal geen bezittingen, maar van binnen is hij rijk, is dankbaar, rustig. En als ik dan werk met bij wijze van miljonairs en partners en mensen die van alles hebben... Maar ik zie dat ze elke dag worstelen met zichzelf. Zichzelf niet lekker voelen. Alleen maar complicaties thuis hebben, et cetera.
dan ga je toch wel nadenken van oké, is dit dan succesvol? Die man heeft alles, maar eigenlijk niks. En die andere persoon, die heeft van buiten heeft hij niks, maar van binnen heeft hij alles. En dan gaan wel bepaalde vragen komen naar boven. Dan ga je een bepaald patroon op een gegeven moment herkennen van oké, volgens mij zijn we allemaal op zoek naar hetzelfde. Maar is het is het wel duidelijk waar we naar op zoek zijn? Dus succes, wat is dat? Dat wilde ik dus echt even goed een keer neergezet hebben. Dat heb ik in dit boek gedaan. Dat categoriseer je volgens mij. Inderdaad, vier categorieën heb ik inderdaad heb ik er neergezet inderdaad. Ja. En het pad ernaartoe. Van oké, stel de definitie is duidelijk, maar hoe kom ik daar dan? Welke geheimen zijn er? Dat wilde ik echt in kaart brengen. Want daar had ik zelf ook behoefte aan. Heeft mijzelf ook enorm geholpen. En ik weet bijna zeker dat ik daarmee ook anderen goed mee kan helpen. Dus vandaar dat ik uiteindelijk zeg van oké, dit wil ik echt gaan opschrijven. Al die levenservaring die ik heb opgedaan, al die mensen die ik ben tegengekomen, die mij iets hebben meegegeven, dat moet ik op een gegeven moment gaan bundelen. Het moet niet te complex zijn. Ik hou niet van lange tabellen, 40 items, weet ik het. Ja, het moet gewoon een handvat zijn. Dus daarom ben ik uiteindelijk bij het getal 5 gekomen. 5 vingers. Het is gewoon echt een vuistregel bewijzen van. Mooi. En het is een licht. Het is een inspiratie. Oké, het zijn fakkels. En waarom fakkels? Die zitten meestal op een verhoging of op top van de berg. Dus ja, je moet er wel naartoe werken. Je krijgt het niet op je schoot geworpen. Nee, je moet er afstand van. Ja, juist. Je moet er wel voor gaan. En het mooie ook aan een fakkel is, het verlicht het pad voor jou om verder te gaan. Maar ook van de omgeving. Want als jij de fakkels op een berg neerzet, is het ook een navigatie voor een reiziger van ver. Die ziet van oké, daar moet ik volgens mij zijn. Dus je verlicht het pad voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Hoi. Maar wel wat belangrijk is bij een fakkel is, je moet het onderhouden. Het kan uitgaan door de wind, door water. Dus pas op voor automatisme die erin gaat slijpen. Dat je zegt van oké, nu ben ik daar. Nu kan ik even gas terug en dan gaat het vanzelf. Ja. Niks gaat vanzelf. Zelfs de zon gaat niet vanzelf op. Heeft ook een bepaalde... Absoluut. Kracht en energie en et cetera nodig. Dus dat zijn even de elementen waarvan ik zeg... Dus dat heeft je uiteindelijk echt ertoe gezet om je kennis en je ervaringen echt te delen met het publiek. Ja, en ik was ook een beetje klaar mee dat er altijd werd gezegd van... of in ieder geval gedacht werd van... het is een select groepje dat succesvol kan zijn in deze wereld. Het is maar een bepaald groepje, de chosen groep... Ja, als je daarbij hoort, ben je succesvol. Nee, voor de elite weggelegd. Ja. Is op zichzelf een overtuiging, hè? Klopt. Elke mens... Jij noemt dat de sluipmoordenaar volgens klopt. Mij. Klopt. Elke mens kan succesvol zijn. Ja. 100% van overtuigd. Je moet alleen weten wat is succes en hoe kom je daar. En dat beschrijf ik in dit boek. Mooi, man. Ja. Mooi, mooi, fijn. Het brengt ons eigenlijk naar het tweede thema, wat ik zojuist een stukje persoonlijk verhaal. En daar heb je ons zeker van voorzien hoe dat voor jou is geweest en welke link je dan maakt met het boek. Het volgende thema waar ik bij stil wil staan is, hoe geef jij nou richting? Of heb jij nou richting gegeven aan een stukje ontwikkeling, ondernemerschap, bewustzijn, jouw innerlijke reis? Waar ik vooral benieuwd naar ben is, hoe heb jij richting gegeven aan jouw professionele leven? Mm-hmm. We hebben het net gehad over een stukje persoonlijk. Yep. Nu vooral het stukje professionele context. Kun je specifiek ingaan op de carrièrekeuze die je gemaakt hebt? Yep. Wat wel en waarom niet? Mm-hmm. En waar ik benieuwd naar ben, ook voor de kijkers, de obstakels die je bent tegengekomen onderweg. En hoe je daarmee bent omgegaan? Ja, dat is een mooie vraag. Ik ben zelf, zoals ik net zei, inderdaad op een gegeven moment kom je op de Unie en dan wil je voor die titel gaan, de registeraccountant. En dan kom je vanzelfsprekend bij een accountskantoor. En dan kom je vanzelfsprekend in dezelfde baan als 1000 anderen van oké, ik ga mijn titel halen en ik ga uiteindelijk voor die functie als partner. Ik ga die carrière, dat is mijn pad, zeg maar. Dus dat is de gedachte die je in het begin zo speelt. Het hoeft niet een slechte gedachte meteen te zijn. Alleen gaandeweg, dan ga je jezelf steeds leren kennen. Van oké, dit is het pad wat ik nu bewandel. Ik word nu manager. Partner zit nog steeds een paar treetjes hoger. Maar als ik naar mezelf kijk, is dit wel de Omar? Is dit wel degene die ik wil zijn? Geeft dit mij wel de energie? Ontplooi ik mijn talenten hier echt? Of doe ik alleen maar mee met de rest om daar te komen waar ik moet zijn? Dus ga ik maar mee met de rivier, zeg maar. Zwem ik gewoon mee en dan zie ik wel. Yeah. Als ik aan de overkant ben, dus partner, dat ben ik. Dan komen die mooie vragen juist. En dat zijn echt de momenten waarvan ik ook iedereen aanraad. Van neem daar de tijd voor om daar dan even rustig te zitten.
Dus eigenlijk in het boek, ik ga er niet heel veel over, de zijlijnmethode noem ik dat. Eigenlijk is, dat kan ik een wel van een van de vijf vakkels. Een van de vijf vakkels, ja, inderdaad, ja. De zijlijnmethode. Ja. Ik laat dan een kort voorbeeld zien van de muis, de bekende muis, weet je, die zo'n molentje aan het rennen is en een stukje kaas aan de voorkant. Oh, ja. Ja, dat muisje is natuurlijk aan het rennen en die denkt van, die is er ook van overtuigd van, dat stukje kaas ga ik binnenkort pakken. Maar wij weten zelf als buitenstaanders die ernaar kijken van, hij gaat het kaasje, een stukje kaas nooit halen. Maar twee dingen nemen wel af. Dat is je tijd en gezondheid. Dus de tijd neemt, de twee essentiële elementen in het leven. Je tijd en gezondheid nemen af, maar je maakt geen progressie. En daar zitten heel veel mensen in. Miljoenen mensen zitten in hetzelfde molentje. En ik zat ook in dat molentje. Ja. Van, ik wil die partner worden. Dus elke dag hetzelfde. Je stapt de auto, je staat in de file. Zit achter de computer, doet dezelfde lunchrondje. Gaat weer met collega's zitten. Gaat weer studeren. Avond ga je weer naar huis. Je slaapt elke dag hetzelfde. Je hebt gewoon als doel, je hebt een bepaald doel gezet. En de pijntjes, de mindere punten. Zelfs als je op een gegeven moment mindere karaktereigenschap begint te ontwikkelen. Van een grapje hier een leugentje daar. Hier doe ik even mee. Ik wil helemaal niet bij deze borrel aanwezig zijn. Maar toch. Ik vind die grappen van die mensen helemaal niet grappig. Maar ik sta er even tussen en lach even mee. Omdat ik denk dat dat me verder gaat helpen. Je kent het wel. Dat soort dingen gaan dan spelen. Zeker. Ja. En op een gegeven moment, dan denk ik van ja, dan komt er een moment, dat noem ik dan de zijlijnmethode. Dat speelt in de innerlijk van, nee man, dit ben ik niet. En bij mij was dat, toevallig, door een vraag, dat zeg ik ook. Die jongen die me dat vraagt trouwens, is Abdel Mouneim. Oh echt? Abdel Mouneim, inderdaad. Misschien goed. Dat wist ik. Hij stelde een keer een vraag toen op kantoor van, eerlijk Omar, is dit wat we willen doen? Is een hele simpele vraag, toch? Dus, je zou denken, een onschuldige vraag. Voor de kijkers, Abdel Mouneim is een neef, is mijn neefje. Is een neefje van jou, inderdaad. Mooi hoe lastig connected is, hè? Ja. Het is wel interessant dat jij al tien jaar lang een connectie hebt met... Klopt. Met de familie, zeg maar. Klopt, ja. Maar zo zie je weer hoe mooi dat samenkomt. Ja. Maar ga door. Hij heeft jou getriggerd met deze mooie vraag. Inderdaad, het is een onschuldige vraag. Maar heeft je me wel getriggerd en ook wel echt wel dagenlang mee gezeten van... Oké, man. Inderdaad, is dit wat ik wil doen? En dat antwoord was na twee dagen in mijn hoofd van... Nee, man. Dit is niet wat ik wil doen. En die is krachtig. Dat antwoord is mooi. Hij is gewoon eerlijk, puur. Zit geen masker omheen. En daar moet je gewoon mee doen. Van nee, dit is niet wat ik wil doen. En dan ga je... Wat ik zeg, ga je even een stapje opzij. Dan ga je uit die sleur, je gaat uit die bel, of je het ook wil noemen. Want als we dat muisje even terughalen, wat moet dat muisje doen eigenlijk om uit die cirkel te komen van ik denk dat ik progressie maak, maar ik maak geen progressie. Het muisje moet alleen gewoon stoppen. Gewoon stoppen met rennen, toch? That's it, het molentje stopt, het gekraak van het molentje gaat even weg. Je hoeft alleen een stapje opzij te zetten om het molentje heen te gaan, een stukje kaas te pakken. En dat zit. Maar niet alleen dat. Als dat meisje dan om zich heen kijkt, ziet het meisje opeens... Hey, ik zit in de kamer, er is hoogte, er is breedte, diepte. Ik kan verder lopen, ik kan uit het raam, ik kan naar beneden. Er komt een kat achter me, ik moet rennen. Het gaat leven. En dan de dingen... Dat was ook bij mij het geval. Van, ik ging echt nadenken van wie ben ik? Waar wil ik heen? Wat zijn echt mijn talenten? Wat geeft me energie? Wat wil ik doen? En dan komen echt hele pure antwoorden naar boven. En ook pure vragen. Wat noem je zo'n... pure vraag en een puur antwoord. Ja, eigenlijk bijvoorbeeld is een vraag die ik had van... ben ik wel iemand die bijvoorbeeld de kudde volgt? En dan wil ik niet iedereen afschrijven als een kudde, dat zeker niet. Maar die keuze voor het worden van een partner bijvoorbeeld... is het echt mijn keuze geweest? Of is het omdat ik hoor van dat is de carrière... het pad wat je moet nemen om succesvol te worden? Wat duizenden anderen doen? En het antwoord daarop was op een gegeven moment nee. Ik heb dat is niet de keuze die ik eigenlijk per se zelf heb gemaakt. Ik ging inderdaad mee met de rest. Ja, ja. En bijvoorbeeld ook, waar ligt mijn kracht? Ik ben creatief, ik vind dat leuk, ik wil echt dingen bouwen. Gewoon van een lege A4'tje wil ik gewoon vanuit daar beginnen en iets moois neerzetten. Ja. En vaak in de accountiewereld heb je vaak al protocollen, normen, standaarden. Dingen waar je echt mee moet werken. Je hebt wel een stukje vrijheid hier en daar. Maar het zijn toch wel de wet en regelgeving, de normen, kaders waar je mee moet werken. Maar ik ben zelf juist iemand die dingen wil bouwen, dingen wil maken. Dus daar was al een redelijke mismatch op een gegeven moment. Ja, dat soort dingen komen dan naar boven en dan ga je een beslissing nemen. Van wie ben ik inderdaad, waar ligt mijn kracht, wat wil ik elke dag eigenlijk doen? En dan pak je een andere route.
Mooi. Ja. En nou kan ik me voorstellen dat dat niet meteen in één keer goed gaat. Nee, 100%. Of dat het dan, hoe is dat voor jou gegaan? Ja, trial and error, toch, zeggen ze in het Engels inderdaad. Ja, gewoon proberen, weet je, op een gegeven moment. Je moet wel altijd dicht bij jezelf blijven. Een soort van een samenvatting van jezelf hebben. Van oké, dit zijn wel de elementen die ik wel... Dus jezelf goed kennen. Jezelf goed kennen, inderdaad. Als ik dit vind bij een bedrijf of een plek of medemens... Ja. Dan is die connectie er en dan wil ik daar wel verder ontwikkelen. En ook met de mindset van... Het is niet inderdaad zo van je begint vandaag en morgen beter. Maar het is wel een reis die je moet maken... En dan ga je, als je dat erkent en herkent, dan zul je obstakels ook sneller zien als een soort les, zeg maar. In plaats van bij de eerste beste klap lig je eruit, ben je knock-out. Dus dat zijn wel elementen die je echt wel moet ontwikkelen. En dan is zo'n reis eigenlijk wel mooi. Het is natuurlijk niet gemakkelijk. Je vindt niet de eerste keer de juiste plek waar je moet zijn. Maar je moet het gewoon vinden en onderzoeken. Ja. Hey, en nou ja, je hebt al een fakkel met ons gedeeld, ja. De zijlijnmethode. Ja. Is er nog een ander fakkel die je wellicht met ons delen, wat vooral invloed heeft gehad op jouw ondernemerschap? Ja eigenlijk voor de kijkers, de zijlijnmethode, ik heb alleen de tip van de sluier gegeven. Dus voor echte diepte en dan moet je het boek gelezen hebben. Zeker. Kijk, een andere, overigens de zijlijnmethode is iets wat ik... Ja, ik heb zelf het woordje zeg maar ook bedacht en de methode, maar de principes zijn redelijk bekend. Zeker. Dat is een andere methode die ik noem, is de contractiemethode. Ja. Dat vind ik echt een hele, hele bijzondere. Ja. Wat ik gemerkt heb op een gegeven moment bij de succesvolle mensen, die mensen die ik echt succesvol vind, ze passen allemaal bewust en onbewust de contractiemethode toe. En even heel kort toegelicht, wat houdt het in? Vaak als je een bepaalde gedachte hebt, of het nou een idee is, of een gevoel, een goed gevoel, om iets te gaan ondernemen of een actie te verrichten, dan komen er vanuit twee kanten, kunnen er, zoals ik zeg, pijlen op je afgeschoten worden. Ja, ja, ja. Externe pijlen, dus even heel praktisch voorbeeld is, je krijgt straks thuis een idee van, ja man, ik denk dat ik echt een mooi concept heb voor een onderneming. Ja. En je bent met een vriend van jou en hij zegt, maar ga je weer een onderneming? Doe eens even normaal man, je moet even voor je gezin en even rust. Dan is dat al de eerste pijl die ervoor kan zorgen dat jij abrupt de stekker eruit trekt en misschien een prachtig initiatief, gewoon de das wordt omgedaan. Best interessant zo, als je er zo naar... Ja, Stefan, ik geef ook een kort voorbeeld van Stefan, degene die de pen heeft ontdekt. Stel dat hij vrienden had die allemaal pijlen op hem afschoten. Zouden we nu nog misschien schrijven? Hoe zouden we nu aan het schrijven zijn, weet ik veel. Ja, precies. We hadden misschien geen pennen gehad. Ja, en, dus dat is zeg maar de externe factor, maar ook waar ik vooral op richt, is de innerlijke factor. Hoe vaak heb je bijvoorbeeld dat je zegt van... Zou dat ene mailtje van mij nou uitmaken die ik nu ga sturen naar die onderneming of organisatie? Nee, iedereen stuurt een mailtje op. Het is zo oppervlakkig, laat maar. En je doet het niet. Zitten ze op mij te wachten? Ja, precies. En dan doe je het niet. Maar dat kan juist net die actie zijn die ervoor zorgt dat je... Dus dan ga je jezelf heel veel... Dan ga je jezelf al remmen voordat je überhaupt tot actie bent overgegaan. En heb je hierin dan zeg maar een soort van succes... Wat je met deze methode, door deze methode toe te passen, dat je daar ook een bepaald succes mee behaalt. Ja, 100% man. 100. Want ik was zelf ook inderdaad van, ik remde mezelf heel vaak af. Ik heb zoveel ideeën gehad en momenten. En het hoeft niet ook alleen ideeën te zijn voor een onderneming, maar ook misschien een mooie reis. Zoals jij weet, bij ons moslims, als je bijvoorbeeld de pelgrimreis wil doen of de Umra, hoeveel innerlijke remmers komen dan naar boven? Ben ik er wel klaar voor? Ja. Echt heel veel. En dan, ze komen allemaal tegelijk. En dan, ze komen allemaal pijlen op je af tegelijk. En als je dan niet, als je geen schild hebt, of je kunt niet manoeuvreren, dan word je jaar op jaar geraakt. En dan ga je het nooit doen. Dan ga je nooit meer die ene reis maken. Je gaat nooit meer die ene relatie aan. Absoluut. Je gaat nooit die onderneming starten. En op een gegeven moment word je ook moe van jezelf. En dat was bij mij het geval. Ik had zoveel ideeën. Sterker nog, het grappige is, soms had ik ook met, onderaan met Limon 1, maar ook met anderen, hadden we vaak ook echt hele mooie ideeën. Maar dan remden we vanzelf al af van druk en geen geld en dat soort dingen. En jaren later zie je dat concept op een gegeven moment op de markt. Dan heeft iemand het wel gedaan. En dan kun je wel, huilen bij wijze van. En dat is vaak gebeurd. En dan ga je ook kijken van weet je, ik heb altijd mooie ideeën gehad. Ik doe er niks mee. Wat ben ik nou aan het doen? En waarom heb ik die ene eerste stap niet gezet?
Nou ja, weet je, als jij het niet doet, doet die ander het. Als jij het niet doet, doet die ander het. Heel simpel. Heel simpel. Maar het is net alsof er van die... Hoe noem je dat? Of visjes in het water zwemmen, inderdaad. Ja, je zit met je hengel te twijfelen. Werpen niet. En dan doe je het niet. En dan die buurman die gooit gewoon een hengel, trekt zo'n snoek eruit. En dan kijken naar hem toch van... Ja. Hey, die snoek is mooi, man. Ja. Maar daar zocht ik ook naar eigenlijk. Ja, hij heeft die hengel erin. Hij heeft die hengel geworpen, jij niet. Dus, dus ook bij ons even heel kort inderdaad op een gegeven moment knoop doorgehakt. Ook met een goede vriend van mij, 10 jaar lang. We lachen er nu nog steeds om. We hebben 10 jaar lang in de auto, nou, niet 10 jaar lang in de auto gezeten, maar 10 jaar lang dezelfde rit gemaakt samen. En altijd duizenden ideeën, weet je wel. Ja, laten we dit doen, dat doen. Nooit van wat gekomen. Nooit overgaan tot actie. Altijd onszelf geremd. Met echt onzinnige argumenten ook altijd. En tot 2 jaar terug keken we elkaar aan van... Nee man, kom maar, wat zijn we aan het doen? We gaan in plaats van... Dus wanneer we dan hadden we afgesproken... Zodra we een idee naar boven komt... Gaan we gewoon niet eens praten met elkaar, niet eens nadenken. We gaan gelijk een actie eraan koppelen. Hoe klein die actie ook is. Je rijdt bij wijze van de KVK, je schrijft een bedrijf in. Dat is al een eerste stap. Dat is al eerste stap. En wat merk je op een gegeven moment? Van hé, na die actie komt er nog een actie. Nog een actie. En dat negatieve geluid wat je eerst hoorde, dat verdwijnt langzamerhand naar de achtergrond. En dat is zeg maar een deel van het concept, inderdaad, contractiemethode. Dus dat je een negatieve dus een speer... Ja, je voedt gewoon een bepaald... We noemen het de growth mindset natuurlijk, maar je voedt gewoon een bepaalde mindset. Juist. En het begint natuurlijk bij een kleine actie. 100%. Ja. Mooi. Hey, ja. En in ondernemerschap weet ik als geen ander, en jij natuurlijk ook, dat er ook dat niet altijd alles lukt. Nee. Ik ben gewoon vooral benieuwd hoe jij persoonlijk omgaat met uitdagingen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Eigenlijk, nu vooral. Eerst was het natuurlijk uitdagingen, spannend, vervelend. Soms is het toch even teleurstelling. Dan denk je van, dit is het product of het concept. Kom je erachter, nee, de vraag blijft achter of de kwaliteit is minder of het lukt toch niet. Dus dan is het in beginsel is het heel normaal hoor. Voor elke beginondernemer is gewoon een gevoel van teleurstelling. Maar wil je echt gaan groeien, wil je echt een goede ondernemer worden, moet je het gelijk al omslaan naar een les. Dan blijkbaar is dit niet de goede weg dan. Of blijkbaar zie ik iets, maar zien anderen dat er niet in. Hoe kan dat nou? Dus bijvoorbeeld, ik zie dit product, dit is het. En de reviews zijn slecht of niemand neemt het af. Ja, dan kun je nadenken van is het dan wel echt goed? Of doe ik qua marketing misschien niet goed? Of heb ik de connectie met de mensen niet? Dus dat soort vragen komen er dan uit, wat weer lessen zijn eigenlijk. Van ik moet misschien wat doen aan de marketing. Ik moet misschien wat doen aan het product. Ja. Ik moet wat doen aan de connectie met de mensen. Als je dan obstakels op die manier gaat interpreteren, dan ga je stappen maken, man. Maar als je obstakels echt elke keer ziet als knock-out slagen van Mike Tyson, zeg maar. Dus boom, knock-out, slapen. Ja, dan ga je gelijk liggen. Laat maar zitten, maar ik ga wat anders doen. Je hebt toch ook altijd van die mooie afbeeldingen. Het is een cliché afbeelding, maar het is gewoon waarheid. Weet je. Dan zie je zo'n mannetje graven, toch? En dan zie je twee foto's. En beneden zie je een mannetje die aan het graven is. En dan loopt hij terug. Hij stopt ermee. Maar je ziet dat hij bijna bij zo'n goudstaaf zit. Ja, en dan stopt hij. Maar die bovenste gast die ging gewoon doorgraven. En die pakt die goudstaaf. En dat is zeg maar het verschil tussen dan een succesvolle iemand. Dat die andere gewoon doorgaat, weet je. Ja. Obstakels aanneemt. Wat leert hij ervan? Toepast weer en dan groeit. En de andere die denkt, ja, bij een eerste obstakel van... Nee man, ik kan dit niet. Ik ga terug naar waar ik vandaan kwam. En dat is, ik ga toch weer in die mode zitten. En dat is zonde eigenlijk. Mooi. Ja. Als je het hebt over... We hebben het zojuist gehad over hoe jij richting geeft aan jouw ontwikkeling. Een stukje ondernemerschap. Het gaat er natuurlijk ook over een stukje bewustzijn. En je refereerde zojuist ook al naar jouw stukje innerlijke reis. Hoe ga je daarmee om? Hoe geef je daar richting aan? Hoe integreer je die twee samen? Ja. Dus dat je een stukje bewustzijn en innerlijke rust in jouw professioneel leven. Hoe doe je dat? Ja. Het is niet heel moeilijk, althans. Kijk, het mooie is van ik ben, als moslim zijnde. Het is gewoon vaak denken mensen van, ja, als je moslim bent, dan leef je volgens bepaalde normen en waarden die niet toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Juist niet. Islam is juist een hele levensstijl
waar heel veel mooie dingen aan de grondslag liggen, zeg maar. Mooie karaktereigenschappen, een mooie visie. Je moet een doel hebben in het leven. Je moet positief denken. Je moet de medemensen helpen. Absoluut. Je moet tegenslagen niet zien als een knock-outslag en dan huilen in de hoekje. Maar nee, je moet juist denken van oké, dit is een les die ik van God heb gekregen. Wat haal ik eruit? Hoe groei ik verder? En al die concepten, die pas je gewoon toe in je leven. En dan merk je van, hey, qua ondernemerschap gaat het goed. En ik praktiseer mijn geloof, dus het gaat gewoon hand in hand. Ja, dus dat is gewoon, zoals je het zo vertelt natuurlijk, ja. Zou je kunnen denken, wow, hè? Ja. Maar, ja, goed. Het is, maar ja, er zijn meer niet succesvolle mensen dan succesvolle mensen. Klopt, het is... innerlijk succesvol. Ik vertel het inderdaad makkelijk, ja. Maar het is zoals eigenlijk de wetenschappers, de geleerden allemaal zeggen, het is wel gewoon investeren, man. Het is gewoon meters maken, logisch, weet je. Een mooie metafoor van een geleerde die zei van... kennis, hij vergeleek zeg maar kennis en het toepassen van kennis was als bijvoorbeeld een dive, dus een gast die bij de deur staat, ja. Met die billigheid, zeg maar, die schoentjes ja, onder zijn... Ja, zijn van die Marokkaanse schoenen. Ja. Ja, onder zijn oksels. En als jij gewoon naar hem blijft kijken, blijft hij staan bij die deur. Maar zodra je even deze beweging maakt en terugkijkt, is hij verdwenen, zeg maar. Is hij gewoon, ja. En dat is ook bij... Ja, bijzonder, hoor. Dat is ook bij kennis. Het is heel snel is het weg. Maar het vergaren ervan kost veel tijd. Met alle mooie dingen ook eigenlijk. Als je een mooie olijfolie of ergenolie... is gewoon keihard werken. De boom halen, ploeteren, etc. Krijg je zo'n klein flesje eruit. Maar het is wel puur. Het is wel lekker olie. Krachtige olie, mooi. Gezonde olie. Mooi. En ook hier, je moet rennen, meters maken. En dan haal je een beetje abstractie eruit... maar het is wel puur en goed. En dan moet je weer. Zeg maar. Dus het gaat niet vanzelf. Maar dat is dit leven ook niet. Hè. Het is niet... Het is niet oppervlakkig, zeg maar. Ja, de heuvels, je moet omhoog, soms ga je omlaag. Soms stap achteruit. Hoort erbij. Maar als je dat al weet en accepteert... van dit leven is niet... Het is geen paradijs, weet je. Waar alles altijd goed gaat en iedereen is perfect. Ja. Ja, dan is de eerste klap die je krijgt is een knock-outslag. Maar als je weet van... Nee, man. Fouten worden gemaakt. Ik ga fouten maken. Soms heb je mooie momenten, soms mindere momenten. Soms heb je veel, soms heb je weinig. Als je dat al erkent en herkent, dat verandert al zoveel. Dat geeft jou zoveel meer rust. Heb je enkele praktische tips voor ons als het gaat over hoe behoud je nou van balans en welzijn op het werk? Dus hoe behoud je dat? Heb je iets van praktische tips die je kunt delen? En daarmee bedoel je dat je niet zeg maar overwerkt ja, en allemaal. Want je refereert natuurlijk in je boek, hè? Ja. Want je geeft een aantal voorbeelden in het boek hoe dat er een aantal collega's zijn geweest. Ja, klopt. Hè? Die te veel werd. Ja, burn-outs. Wat is daarin jouw tips dan om dat te voorkomen? Ja. Ja, een aantal tips inderdaad die ik kan... Echt zelf toegepast heb. Ja, zelf inderdaad eigenlijk... je moet aan de voorkant al duidelijk zijn van... Waar liggen jouw grenzen? Dus je moet echt wel grenzen stellen van oké, werk is goed. Ik verdien eraan, ik leer ervan. Maar dit is wel de grens. Werk is niet mijn leven, zeg maar. Werk is niet alles wat ik heb. Ja. Ik heb ook nog een familie, vrienden, sociaal leven. Dus die grens moet je wel voor jezelf duidelijk hebben in beginsel. Maar ook daarna leven. Een praktisch voorbeeld. Als jij bijvoorbeeld werkt tot 5 en een manager staat binnen in jouw kamer. En hij zegt van hey, kun je dit en dit en dit en dit nog doen? Als jij dan die grens voor jezelf niet bewaakt en niet weet. En je dus zegt zo van, gebeurt. Ja, is goed, ik neem het wel aan. Maar je kan het niet eens. En de volgende dag komt hij weer binnen van, en is het al gelukt? Maar je hebt het niet gedaan. En je krijgt nog meer druk en misschien een negatief geluid vanuit de manager. Dan gaat dat allemaal opstapelen. En dat kan weer leiden tot bepaalde verschijnselen uiteindelijk. Zoals een burn-out, et cetera. Dus eigenlijk, de eerste tip is gewoon grenzen voor jezelf stellen. En daarnaar leven. En eigenlijk stellen dat je zegt van, oké, die manager komt binnen en ik zeg... Nee, sorry, ik heb geen tijd vandaag of deze week. Laten we een keer even zitten om te kijken van... Hoe kan ik je verder helpen? Misschien volgende week of zo. Dat is al een hele... Het is voor jou, je hebt jezelf bewaakt. Maar je hebt hem ook de ruimte gegeven van de welwillendheid... dat je wel wil helpen, maar op dit moment kan het niet. Ja. Dat is dan een weg die je echt moet gaan kiezen. En niet die andere weg van ik neem maar alles aan. Want heel veel mensen met wie ik gewerkt heb... daar zag je dat eerste pad, zeg maar... Alles aannemen van de leidinggevende. Om maar te laten zien van... Oké, weet je, ik werk mee, ik kan het. Want ja, zo'n leidinggevende gaat je uiteindelijk beoordelen. Dus dat speelt ook weer een rol van... Ja. Ik wil niet negatief bij hem overkomen. Ik neem het maar aan. Ondanks dat je het niet kan.
En wat, uiteindelijk gaat de emmer overlopen. En dan zul je zien dat er heel weinig mensen zijn die gaan dweilen of de kraan gaan dichtdoen of gaan meehelpen. Ja. Dus die verdwijnen dan opeens allemaal. Dan sta je er alleen voor. En het erge is, helaas, dat is gewoon zo, gebeurt vaak. Dan kom je juist in het traject van, oeh, die heeft het echt moeilijk. Volgens mij redt die het niet echt. Ik weet niet of ze bij onze organisatie past. Is dit niet te hoog niveau voor diegene? En dan kom je in een bepaald traject van revalidatie, et cetera. Dus jij wilde iets moois doen, bewijzen van. Jij dacht iets goeds te doen, van kijk maar wat ik aan kan. Maar at the end word je wel gezien als de zwakke schakel. Terwijl als je in beginsel zegt van, nee, ik doe het niet. Of zegt van, ik doe het niet, maar we kunnen volgende week even spreken. Dan denk je misschien in eerste instantie van, ja, ik ben hier werk aan het afkappen, wat gaat hij van mij vinden? Maar je beschermt jezelf wel. En op lange termijn zul je de vruchten ervan terugzien. En dat is ook wat ik me kan voorstellen. Dat mensen dan niet zo gemakkelijk dat kunnen zeggen. Ja. Omdat ze dan in hun hoofd allerlei gedachten krijgen. Van ja, als ik nu nee zeg, wat dan? Komt dan die partnership dan in en het geding? En die is gevaarlijk, man. En die is gevaarlijk. Ja, hoe ga je daarmee om? Die is gevaarlijk. Want jij zou ongetwijfeld die gedachten ook hebben gehad. Ja, tuurlijk. In standaard. Iedereen die begint, die heeft dat inderdaad. Ja. Maar op den duur kom je erachter eigenlijk. Ook weer wat ik in het begin zo zei. Als je dan de mensen tegenkomt die een andere mindset hebben. En die toch wel succesvol zijn of hoger in de boom zitten. En denken, ja. Hey, die heeft een andere mindset gehanteerd. En die is daar wel gekomen. Dan ga je nadenken inderdaad. En dan kom je erachter van, ja, ik kan nu mezelf gek maken. En rennen, ploeteren en duiken. En met een lekke band achteraf zitten. Of ik kan gewoon mezelf nu juist stukjes bij stukken onderhouden. En op de langere termijn mooie dingen laten zien. En dat je merkt gewoon dat die tweede weg, dat tweede pad, werkt echt goed. Veel beter dan het eerste pad. Dat leidt alleen maar tot echte huilende mensen, burn-outs, conflicten tussen collega's. Mooi. Ja. Je hebt al een aantal ervaringen met ons gedeeld die je op hebt gedaan tijdens jouw reizen. Mm-hmm. En die hebben toch wel iets van jouw wereldbeeld beïnvloed. Ja. Heb je nog een ervaring die je met ons kan delen, die je hebt opgedaan tijdens een van je reizen? Ja. Die echt jouw manier van kijken naar de wereld echt significant heeft veranderd? Ja, eigenlijk zelf, ik ben een beetje opgegroeid in de zin van dat je een soort van een baasje bent, je weet alles. Je hebt niemand nodig. En, zo ben je opgegroeid. Ja, redelijk. toch met je broers op een gegeven moment battelen. En maar ook vanuit Marokko. En dan hier weer die resultaten. Ik zal ze krijgen, zeg maar. Mij kun je niet snel iets wijs maken. Ja. Naar een switch van, wacht even. Nee, man. De echt succesvolle mensen, die hebben die mindset niet. Die hebben een mindset van, ik kan leren. Wat kan ik leren van een ander? Dus die kunnen heel snel switchen tussen een leraar en een leerling. Maar refereer je naar een fakkel. En naar je boek. Onder andere een fakkel hebben. Hierbij stopt hier. Maar hier stopt het inderdaad. Ja. Klopt. Ja, dus dat heb ik heel goed gezien bij een hele grote ondernemer. Dat hij dat heel goed kan. Echt de switch maken tussen doseren en leren. Dus een leraar zijn en een leerling zijn. Ja. En ook weer wat je terugziet in de Japanse cultuur heel veel. Waar ik ook heel veel van hou en veel van af weet is... Ja, daar ook, weet je. Ook de samurai, onder andere. Dus een krijger, dus een leider. Maar ook leert ook gewoon van de kleinste dingen. Van een plant, van een baby, van een kind, van een vogel, hoe die zich beweegt. Dus hij is niet arrogant, niet hoogmoedig. Van, ik weet het allemaal, niemand kan me wat wijs maken. Maar nee, juist niet. En dus dat eigenlijk. Mooi. En ervaringen die je opgedaan hebt in het buitenland. Ja. Heb je dan echt nog een concreet voorbeeld? Nog een specifiek voorbeeld? Misschien uit het boek? Van een persoon? Van tijdens je reis. Je noemt er een aantal. Hè. Volgens mij klopt. Heb je er nu eentje gedeeld van de Tanzania. Ja, klopt. Is er nog, we kunnen er natuurlijk onze luisteraars nog een beetje teasen. Ja. Is er nog een ervaring die je opgedaan hebt tijdens een van je reizen waarvan je zegt, zo man. Ja, dit heeft echt invloed op mij. Ja, eigenlijk heel veel, man. Nou, Eén persoon die ik daar ook in benoem is echt bijzonder, man. Deze persoon ken ik nu al meer dan 10 jaar. Ooit begonnen... Ik zag hem gewoon, hij woont bij familie van mij in de buurt. Ik zag hem altijd fietsen. Nee, ik zag hem eerst altijd lopen. Ik zag het ook daar met een lederen mapje onder zijn oksel, liep hij altijd. Hij liep overal naartoe. Hij liep overal naartoe, alleen maar lopend.
En als, ja. als je vaak bij hem bent of in gesprek bent met hem, dan merk je gewoon dat hij altijd goed luistert. En ook doorvraagt en ook gewoon echt bewust dingen wil leren van jou. Of ik ben veel jonger bijvoorbeeld en ik heb misschien niet de kennis die je hebt op bepaalde gebieden. Maar toch altijd jou de tijd geven en toch luisteren. Je merkt gewoon dat hij echt de informatie die hem geeft gewoon goed opslaat. En gaandeweg zag ik hem inderdaad van lopen. Nou, zag ik hem op een gegeven moment fietsen. Met dat lederen mapje zat op de snelbinders op een gegeven moment. En een poosje later van de fietsen zag ik hem opeens in een autootje. Echt, ik heb dat hele traject zo meegemaakt. Echt bijzonder om te zien. Op een gegeven moment van een autootje zag ik opeens twee auto's. Dus met iemand anders. Nou, dat was dan een personeelslid van hem. En op een gegeven moment zag je die autootjes die veranderen naar wat grotere auto's. En op een gegeven moment had hij een hele organisatie en allemaal mensen werken. En werd het een van de grootste vastgoedmensen en grondeigenaren, zeg maar. En wat was zijn sleutel tot succes? Ja. Is echt, ik heb zoveel gesprekken met hem meegemaakt, maar ook dat hij mij meenam naar meetings bijvoorbeeld. Om gewoon, daar kon ik gewoon van leren. Altijd stelde hij zich op als de leerling. Overal waar hij kwam. Want hij is helemaal geen vastgoedspecialist. Hè? Heeft ook nooit iets met vastgoed gedaan. Maar het is wel een vastgoedmagnaat geworden. Door gewoon te leren van anderen. Dus gewoon echt jezelf kwetsbaar opstellen. Ik snap dit niet. Hoe werkt dit proces dan? Waar moet je voor waken? En dat nam je allemaal mee. Ah, nu zit de grote leraar. En nog steeds, ondanks dat hij nu zeg maar het mannetje is. Als hij dan ergens komt of... Gaat hij nog steeds dezelfde mindset. Oké, nu ga ik even switchen naar de leerling. Nu ga ik even vragen stellen en echt goed luisteren naar die anderen. Ja, dat merk ik gewoon. Als je dan dat vaker tegenkomt bij succesvolle mensen, dan weet je van oké, die switch is echt belangrijk om te kunnen maken. Mooi. Dus dat mooi. Eigenlijk. Nou, ja. Ik zou zeggen, boek aanschaffen en lezen. Want dan krijg je het volledige verhaal te horen. Ja. Ik ben ook getriggerd door... een zin die ook gezegd is door dan toch maar even een bruggetje terug naar de man die tegen jou zei van ik hoef niks voor die Tanzania. Die zei die van doe maar eens smeekbeden voor mij. Ja. Maar hij heeft nog iets anders gezegd. Mm-hmm. en dat is volgens mij iets waarvan... Wat we toch in de voorbespreking hadden, dat wel een soort van een formule van het leven is geworden. Mm-hmm. Weet je wat hij nog zei tegen je of niet? Waar refereer je nou? Hij heeft heel veel gezegd. Geef nooit iets met het doel. Ja, die is diep. Ja, man. Ik weet al waar je naartoe gaat. Dat je er iets voor terug wil. Ja, is klaar, man. Dit is mij echt bijgebleven uit het boek. Ja. Soms heb je gewoon van die uitspraken en zinnen. Als je een boek leest, dan blijft het hangen. Ja. Maar als ik even terugga naar jouw boek, dan gewoon een mooi boek, zoals ik al zei. Ja. Mashallah, goed gedaan. Maar één van de uitspraken die mij blijft, is dat verhaal van deze man. Ja, klopt. En klopt. Deze uitspraak. Ja, klopt. 100%. En jij noemt het een inmiddels een formule van leven is. 100%. Ja. Wat betekent dat voor jou? Of wat is het uiteindelijk voor jou gaan betekenen? Ja, zo wil ik leven. Letterlijk, met die formule inderdaad. Dus inderdaad, de statement die je maakt is inderdaad... geef niet met de intentie om te ontvangen en je zult ontvangen. Ja man, dat is... Die komt binnen, hè? Ja, die is zo diep, krachtig. Ja. En dan merk je gewoon dat het klopt. Het klopt 100% en het is echt zo. Dus dat is echt, die was zo mooi. Ja. We zijn gekomen bij het derde thema van deze podcast. Ja, gaat snel, en, hè? Ja, het is, we zijn alweer een tijdje onderweg samen. Ja. Het derde thema is vooral dat ik, maar ook voor mij natuurlijk, want ik ben heel nieuwsgierig wat je allemaal te vertellen hebt, maar ook voor ons luisteraars, om gewoon eens even wat praktische tips en inzichten te delen. Mm-hmm. Je hebt al echt al een hoop dingen met ons gedeeld, maar daarin echt wel wat praktische handvaten mee kunnen geven. Dus mijn vraag is, gewoon concrete tips die je wellicht met onze luisteraars wilt delen om persoonlijke groei te bevorderen. Ja. En dat mag, dat kunnen boeken zijn, gewoontes of oefeningen die jou hebben geholpen. Mm-hmm. Maar dat we een soort van een top 3 even met ze delen. Ja. Wat is die top 3 dan? Top 5 moet je zeggen toch eigenlijk, of niet? Of top 5, om dan in het kader van de 5 vakken te blijven. Ik moet ze niet allemaal prijsgeven. Nee, ik wil ze niet gelijk prijsgeven, maar als je dan toch zo aandringt. Nee, je hebt gelijk.
Ik wil het niet top 3 noemen. Ik noem het even 3. Het is even aan jou. Inderdaad, 3 dingen. Is praktisch. Dit kun je gewoon echt. Ik wil ook dingen geven die je gewoon kunt toepassen in één keer. Vanaf vandaag bij wijze van. Graag. Niet van die zweverige dingen. Nee. Is eigenlijk dat is ook een van de redenen waarom je dit boek bent gaan schrijven, toch? Juist, precies dat. Blijven bij al die zweverige dingen. Hou niet van die zweverige dingen waar je niks aan hebt. Bij de kern komen. Juist. Klopt. Ja. 1 is doorbreek de routine. Wat bedoel ik daarmee is, stel dat jouw routine is maandag tot met vrijdag is het werk. Dus je rijdt naar, dus elke dag, je pakt de auto, rijdt naar kantoor, gaat werken. Doe dezelfde lunchrondje, 4 uur, 5 uur, lift, auto, je gaat naar huis, eet de koude pasta. Toch, dat is even een gemiddelde routine, zeg maar. Dus eigenlijk een praktische voorbeeld is... Die koude pasta. Ja, die koude pasta. Nee. Bij ons is het gelukkig een warme tas in, hopelijk. Ja, echt. Ja. Maar praktisch wat je kunt toepassen is, weet je, inderdaad, mijn week ziet er zo uit, of in ieder geval de herkenbare elementen. Ja. Ik pak die maandag, ga ik me helemaal doorbreken. Maandag ga ik niet naar dat kantoor. Ik blok hem, ik geef het al aan bij mijn werkgever bij wijze van. Ik ga maandag heel wat anders doen. Maandag rijd ik naar mijn ouders. En ik ga daar even thee doen met hun. Ik ga niet, totaal niks met werk, totaal niet met die routine. Dus dat is die, zeg maar, die eigenlijk een beetje die stap opzij. En ik ga even met mijn ouders een gesprek aan. Ik ga gewoon met hun even babbelen, even kijken hoe en wat. En let dan op wat er dan gaat gebeuren met jou. Wat er in je hoofd komt. Die punten die in je hoofd komen, schrijf die op. Schrijf ze op. Het kunnen ideeën zijn, maar ook vragen. Ja, het is herkenbaar. Schrijf ze op. Ja, mooi hoor. Ja. En plak er een actie achteraan. Klaar, dat is de eerste. Dus die kun je zo toepassen. Iedereen kan die toepassen. En hiermee refereer je naar de eerste fakkel. Ja, klopt. Ja. Als we dan toch bezig zijn, laten we ze even voorin pakken. Klopt, die moet je... Nou ja, we zijn toch bezig. Dus, die moet bezig. Je toepassen inderdaad. Ja. Het tweede is... Ook, ik word daar natuurlijk heel groot omschreven met allemaal verschillende invalshoeken. Maar eigenlijk een praktische punt, want ik weet dat er misschien ook heel veel ondernemers of beginondernemers kijken of mensen die iets willen doen, is zodra je een idee hebt, zeg maar, en je voelt van, hey, dit kan wat zijn, het is goed, dan komen dus, zoals ik zeg, de sluipmoordenaars, hè, van buiten en van binnen, is probeer gelijk, hoe klein die actie ook is, gelijk een actie te verrichten. Dus stel je voor, er komt een idee op van... weet ik veel, ik wil een webshop opstarten om mijn gepersonaliseerde stickers te verkopen. Ja. Rij naar de eerste, we zijn de KVK. Bedenk een naam, schrijf naam in, betaal die €50 en klaar. Dat is de eerste actie die je hebt gezet. En ga vanuit daar, oké, actie 2, actie 3. Dus gewoon echt acties. Tuurlijk, het gaat een beetje, het wordt een strijd, weet je wel. Je ziet die gedachten komen. Je moet het zo zien. De pijlen van de remmers of de pijlen die komen op je af... En smijt er gewoon acties tegenaan. Wegwezen jij. Gewoon een soort schild. Nee, ik ga KVK, ik ga me inschrijven. Ja. Ik ga nu bellen naar een webshop designer. Ik wil even met hem zitten. Snap je? Ja. Dus echt gerichte acties koppelen. Ja. Mooi. En je zijn top 3, dus een derde. Ja. Ja, waar zal ik naartoe? Je blijft toch bij die 3, merk ik. Ja, moet niet te veel geven natuurlijk. Ja. Een derde, ja. En waar refereer je trouwens deze tweede aan? Aan welke fakkel? Aan de tweede fakkel inderdaad, de contractiemethode. Ja, juist. Ja, contractiemethode, klopt. Nice. Ja. En eentje? Ja, een derde, die kan misschien wat zweverig klinken, maar het is toch weer naar het geduld. Eigenlijk de formule voor resultaat, zeg ik ook eens, actie plus geduld is resultaat. Actie zonder geduld is geen resultaat. Geduld zonder actie is ook geen resultaat. Dus die twee hebben elkaar echt nodig, actie plus geduld. En wat betekent het nou heel praktisch? Klopt, dus als je bijvoorbeeld heel praktisch is, of ik nou nu ga toepassen op school of op werk. Ik investeer bijvoorbeeld €500 in een onderneming, zeg maar wat. €500 in. Ja. Dat is de actie. Je hebt natuurlijk over nagedacht, een mooie onderneming, et cetera. Ik heb €500 geïnvesteerd. Maar ik heb net gezegd, actie plus geduld is het resultaat. Als jij denkt van, oké, ik heb die €500 geïnvesteerd. Morgen ik word wakker, hij moet verdubbeld zijn. En dat is je mindset. Dan ga je alleen maar teleurstellingen krijgen in het leven. En dan ga je niet meer over tot actie. Of in ieder geval, het nemen van een stap wordt steeds moeilijker. Want je vindt het eng en je hebt negatieve ervaring van... Ja, het lukt niet. Ik heb de rendement niet. Maar dan spreek je over die verwachting. Maar als je bijvoorbeeld zegt inderdaad van... Het heeft tijd nodig om te groeien. Dat is een boom waar ik erin naar refereerde. Ik investeer €500 en ik weet... Ik ga in ieder geval een paar maanden wachten. Zeg maar, het hoeft over een paar weken of een paar maanden. Ligt aan waar je in investeert. Omdat je al erkent van beginsel, ik heb die actie gedaan, maar ik weet dat tegenover geduld staat, dan wacht ik even af. Ja. Als je,
je merkt gewoon dat gaat je stimuleren, dat gaat je rust geven, maar ook yes. stimuleren om echt veel meer te ondernemen. In plaats van, want de mens is heeft gewoon een bepaalde karakter, haast. De mens wil snel rendement zien. Volgens mij refereer ik ook, je hebt heel veel onderzoek is erna gedaan. Hè? Dus dat mens echt wel snel rendement wil zien. Klopt. Ook met dat marshmallow onderzoek. Zeker, inderdaad. Dat is ook interessant, hè? Marshmallow effect. Ja. Of marshmallow research wat gedaan. Vooral is. Interessant wat de conclusie was op latere. Ja, dat snap je. Ongekend. Ja. Ja. Dus, ja. Dus dat eigenlijk, man. Koppel actie altijd aan geduld. Ja. Als even zes inkoppertjes, hè? Maar we ronden dat gewoon weer net niet af, hè? Dus, ik hoop dat we inmiddels nu genoeg mensen hebben nieuwsgierig gemaakt. Moet wel, toch? Ja. Nog één vraag als het gaat over inzichten en praktische tips delen. Mm-hmm. Natuurlijk, weet je. Ondernemer, je hebt een persoonlijke reis gemaakt, maar altijd wel vanuit een stukje identiteit. Klopt. En dat is, je bent Marokkaan, maar je bent ook moslim. Klopt, ja. Wij zijn moslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kun je een aantal praktische adviezen delen? Voor mensen die er nog niet mee bezig zijn of die misschien ermee willen beginnen, is hoe jij jouw innerlijke rust en spiritualiteit in jouw dagelijks leven combineert. Mm-hmm. Dus hoe zorg je dat het constant samengaat? Ja. Dat je daar geen onderscheid maakt. Omdat ik gewoon zie mm-hmm. in coaching en zie ik gewoon dat daar natuurlijk ook gewoon op onbewust niveau, daar wordt best wel mee gestruggeld. Ja, klopt. Wat ja. kun je daarin aan handvaten meegeven? Je kunt eigenlijk beginnen met kleine stappen. Om een heel praktisch voorbeeld te geven. Volgens mij heeft iedereen deze meegemaakt. Dus je komt bij een klant of bij een organisatie of op school. Ja. En je wilt bidden. Ja. Er is geen gebedsruimte of er is geen wassingsruimte. Althans, wat vaak gebeurt is. Er ontstaat van binnen een soort van struggle. Van ga ik die vraag stellen of niet? Loop ik nu naar de receptie en zeg ik van. Hey, is er een gebedsruimte hier? Ik wil even bidden. Wat heel veel doen. Althans, in mijn omgeving en ik ook in beginsel is. Je gaat zelf dat pand ronddwarrelen. En een hoekje zoeken om een hoekje te zoeken om even snel het gebed te doen. En dan weer terug te gaan naar je werk of naar. Dat zorgt voor een aantal dingen. Eén, je twijfelt aan je eigen identiteit, zeg maar. In die zin van, je kan dat voeden. Van, ik ben moslim, maar ik durf toch niet overal die vraag te stellen. Terwijl, kunnen we dan spreken van een minderwaardigheidscomplex? Ja, misschien wel inderdaad. Ja. Ja, en twee, wat creëer je ook eigenlijk naar de buitenwereld toe? Van, hey, wat doet hij nou in dat hoekje? En hij loopt altijd. Dus je krijgt meer onduidelijkheid. Juist, je gaat meer onduidelijkheid creëren dan duidelijkheid. Juist. Dat ontstaat ook inderdaad. En drie, je gaat het gebed op een gegeven moment als een bijzaak zien. Ik moet even snel in een hoekje mijn gebedje doen en dan kan ik weer terug naar de orde van de dag. Wat moet andersom juist zijn? Het gebed is bij mij centraal op een dag en ik ga de rest bij wijze van eromheen plannen. Dat is de mindset die je moet hebben. Is niet makkelijk, je moet er naartoe groeien. Ik ben ook nog steeds naartoe aan het groeien. Maar wat heeft mij geholpen? Ik was een keer bij een bedrijf, was op de Zuidas toevallig. Daar heb je helemaal van, hey, ik ga niks vragen hier. In beginsel dan, hè. Van, volgens mij lopen hier alleen maar mannen in pak en het is werk en dan naar huis. En ik kwam toen bij een klant inderdaad. En altijd, wat tijd was voor het gebed, ging ik altijd een beetje door het pand te dwarrelen. En echt op zoek naar een hoekje om te bidden. Totdat ik een keer een vrouw zag met een hoofddoek, ook achter een computer. En toen stapte ik gewoon op haar af. Ik had het gevoel, zij werkt hier al jarenlang, weet je. Toen zei ik tegen haar van, maar dit kostte echt tijd om een keer naar haar toe te gaan om te vragen. Dat is ook vreemd eigenlijk. Toen zei ik van, mag ik dat vragen? Ik wil bidden. En ik loop altijd hier rond te zoeken. En zeg ja, neem de lift naar -1, daar heb je een moskee. Snap je? En dan kom ik bij -1. Wassingsruimte, moskee, kast met boeken. Vrouwen, mannen gedaan. Gescheiden. Toen dacht ik, ja man, wie vraagt vindt de weg. Dus sindsdien, overal waar ik gewoon kom, in een praktisch, dus dit is een praktisch advies. Overal waar je komt, stel gewoon die vraag. Ik wil even bidden. Is er een ruimte daarvoor beschikbaar? En echt 9 van de 10 keer, iedereen is welwillend om te helpen. Er is altijd wel een oplossing, er is altijd wel een ruimte. Ja. Mooi. Nou, ja. Het zit er alweer bijna op. Ja, gaat snel man. Ja. Gaat snel. Ja. Dat was leuk man. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, Die wil ik nog delen hier in deze podcast. Ja, koop dit boek, man. Nee, maar zonder grappen, zeg maar. Ja. Ik heb echt met liefde en passie aan dit boek gewerkt. Eigenlijk elke letter die ik erin heb gezet, heb ik echt over nagedacht. Of elke zin. Ik wilde niet, zeg maar, je ziet ook, het is geen dik boek. Ik kan een boek schrijven van 400 pagina's. Maar ik ben ervan overtuigd, als ik jou wil inspireren, heb ik daar niet heel veel voor nodig eigenlijk. Less Zodra more. Ik te veel voor nodig heb, dan is de boodschap niet sterk.
En ik heb bij elke zin nagedacht van, is dit de zin die mij zou triggeren? Hoe combineer ik woorden? Dus ik ben ook lyricaal, zoals ze dat zeggen. Of hoe noem je dat? Zelfs op literatuurniveau, of hoe noem je dat? Op woordniveau en ja. Keuze van woorden en zinnen. Op dat niveau heb ik ook lang nagedacht. Oké, welke zin moet ik nu gaan... Hoe moet ik het omschrijven, zodat mijn boodschap echt krachtig overkomt, hoe ik hem zelf gevoeld heb, zeg maar. Mooi. Dus dat heb ik geprobeerd echt in het boek neer te zetten. Tot nu toe hebben heel veel mensen hem gelezen en ik krijg echt mooie berichten, man. Ook van onbekende mensen, mensen die ook heel hoog in de boom zitten. Ik kreeg eergisteren een LinkedIn-bericht van een directeur, zo'n labtekst, dat diegene dit boek bij zich gaat houden, een soort van handvat. Ja, dat is vet, man. Ja, dat is toch geweldig, man? Ja, dat is vet. Dat is echt vet. Dat je zo'n impact kan hebben. Ja, dat is echt vet. Was echt op ja, je man. Omgeving. En ja, even heel kort, ik wil toch het laatste zinnetje wat hier staat is... Ja. Geliefde lezer, geef de fakkels door. Schaf het boek aan voor een persoon in je leven waarvan je weet dat het een verrijking zal zijn voor diegene. Verspreid licht. Dat is eigenlijk ook een van het doel van dit boek. Met dit boek hoop ik licht te verspreiden. Fijn om te zien dat je ook nog een stukje uit je boek leest. Dus, ja, toch? Ja, man. Hadden we niet ingezet. Ja, nee, daarom free format, daar ben ik goed in. Freestyle. Mooi, man. Hey, ja. Fijn. Nou, weet je, volgens mij luisteraars en onze kijkers. In deze aflevering hebben wij met heel veel genoegen Omar. Bij ons in de studio die heeft heel veel diepgaande inzichten met ons gedeeld. Inspirerende inzichten ook, dus daarvoor dank. Ik wil jou sowieso hartelijk bedanken voor dat je de ruimte en dat je de wijsheid met ons hebt gedeeld. En dat je gewoon ook meteen ja hebt gezegd om vandaag hier te zijn en met je verhaal en je verhaal met ons te delen. We gaan ook iets doen, dat hadden we overlegd. We gaan een exemplaar van jouw boek gaan we weggeven. Ja, we gaan licht verspreiden, toch? Dus, Precies, dat is ook wat je betoogt. En ik wil aan onze luisteraars en kijkers vooral vragen om naar onze YouTube-kanaal te gaan. En even in de reacties een reactie achter te laten wat je van deze podcast vond en wat je er voor jezelf hebt uitgehaald, vooral daar. En de meest originele reactie... Ja, goeie, die haal ik eruit en dan, daar neem ik contact mee en ik krijg van ons dan een boek. Mooi man, mooi initiatief. Ja toch? Ja zeker. Dus zeker. Dank dat je daarin mee wilde helpen. Goed, tot slot. Altijd goed om nog even stil te staan bij wat gaat de volgende aflevering van de podcast richting geven, doe je zo doen. Dus ik kan wel even een teaser geven. In de volgende aflevering heb ik een volgende gast, genaamd Jelal Bella. Dat is een coach, inspirator en spreker met een krachtig en echt een heftig levensverhaal. Oh, zo. En dat heeft hij eigenlijk in een boek verwoord. Ja, echt ongekend. Het boek komt binnenkort uit. En ik ga het boek natuurlijk ook gewoon lezen. En dat betekent dat ik dan ook met hem in de volgende aflevering het gesprek aanga. En de verwachting is binnen nu en een maand. De laatste woorden zijn aan jou. Ja, dankjewel Uthman voor je gastvrijheid. Een mooi gesprek. Volgens mij is de tijd gevlogen. En inspirerend om ook hier bij jou te zijn op je mooie locatie. Volgens mij inspireren we zelf ook mensen in het dagelijks leven met je skills. Dus ga daarmee door. Ik ben blij dat je het boek hebt gelezen. Ik ben blij dat je hem echt tof vindt. Daar doen we het voor. En beste kijkers, volg Uthman. Volg Kento Coaching. Bekijk de podcast. Het is gewoon puur. Weet je? Dus dat vind ik wel mooi om even te zeggen. Mooi. Ja. Dankjewel, Shokran, Barakalovic. Ja, blijf geïnspireerd. En tot de volgende aflevering van Richting Geven, doe je zo. Yes. Hoi, zeg maar. Ciao.